De inkomsten van de oliefondsen zullen er niet voor zorgen dat Suriname welvarend zal worden, maar wel het beleid en de regelgeving die daarvoor gemaakt moeten worden. Dit benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi gisteren op een persconferentie in Hotel Dorarica. De president verwacht dat de drie oliefondsen in totaal rond de 50 miljard US dollar zullen opleveren. Hij zegt dat de opbrengsten uit de olieproductie bestemd zijn voor duurzame ontwikkeling. Het geld moet in spaar- en stabilisatiefondsen gaan, zodat andere sectoren ontwikkeld kunnen worden. Het is belangrijk dat ook de komende generatie kan profiteren van deze oliefondsen. Tegelijkertijd moeten we nu zorg dragen dat er welzijn en welvaart komt in de samenleving met deze oliefondsen. En dat gaan we doen. Met goed beleid, dat gaan we doen om te zorgen dat er sterke instituten zijn. Dat gaan we doen door garanties te creëren voor goed beheer van de olie en nauwe samenwerking met staatsolie. Maar tegelijkertijd moeten we de sector, de relevante sectoren, zoals dat net gezegd is, de local content, dat moeten we ook bij betrekken. De local content die voorbereid moet worden op deze grote ontwikkeling in Suriname. De grote ontwikkeling zal zorg dragen dat bedrijven nu kansen gaan krijgen om zich competitief te maken, om te kunnen meeconcurreren met grote bedrijven in de wereld. Maar tegelijkertijd moeten we beleid ontwikkelen in Suriname als regering dat onze bedrijven ook mee gaan profiteren. Als gevolg van het multiplier effect gaat dat een enorme impact hebben op de Surinaamse samenleving. Op ons onderwijs, dat onze kinderen, onze jongeren als studierichting kunnen kiezen om in de olierichting te gaan. En alles wat daarmee samenhangt, dat het onderwijssysteem totaal gereorganiseerd moet worden en ook ingericht zal moeten worden op deze toekomstige ontwikkeling. President Santokhi waarschuwde echter dat Suriname niet afhankelijk moet blijven van de olie. Opbrengsten uit deze industrie moeten onder andere gebruikt worden om de economie te diversificeren. Gelden verkregen uit de olie aangewend kan worden voor de agrarische sector. Om daar moderne technologie op te zetten voor de agrarische productie. Maar ook de infrastructuur, ook naar onderwijs, ook naar gezondheid, ook naar ontwikkeling in het binnenland. Naar infrastructuur, naar havenfaciliteiten. Al deze dingen zijn grote uitdagingen. Daar is de grote kans voor ons land. Om niet morgen, maar nu al te starten met die brede sociaal-maatschappelijke discussie. Nationaal en internationaal, hoe wij maximum profijt kunnen halen uit de inkomsten straks van deze olie. Maar tegelijkertijd moeten we ook discussiëren hoe wij nu al maximum profijt kunnen halen uit de grote oliefondsen. Daarvoor zijn er wat internationale adviezen, daarvoor zijn er internationale inzichten. Daaromtrent gaan we binnenkort als regering samen met staatsolie en andere deskundigen goede discussie voeren hoe we met dat vraagstuk moeten omgaan. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak gisteren in Hotel Dorarica over de recente olievondsten. Hij benadrukt dat komende generaties nog van deze olieopbrengsten moeten profiteren.